Het mooie van Flevoland is dat we natuurlijk een hele mooie grond hebben. Het is echt oude zeebodem. Echte zeebodem waar op de klei een hele sterke ui kan groeien die je eigenlijk een jaar rond kan bewaren. En dat is ook een beetje geheim van een Nederlandse ui. Een sterke ui die goed behoudbaar is en kwalitatief supersterk. Als je deze ui door je goede omstandigheden, met de goede luchtvochtigheid en temperatuur, dan kun je die eigenlijk bijna een jaar rond bewaren. En dat is natuurlijk uniek. Mijn naam is Erik Waterman, samen met mijn broer Wim Waterman, eigenaar van Waterman Onions uit Emmeloord, waar jullie vandaag te gast zijn. Ja, we doen heel veel. Wij telen, sorteren, verpakken uien en exporteren die wereldwijd. Een exporterend land als Nederland, waar we misschien soms meer produceren dan we zelf consumeren. Maar daar ligt ook de uitdaging voor ons, om op die manier klanten te zoeken wereldwijd. En daar zijn wij als Nederland en als uiensector en als Waterman ja, erg succesvol in. Nou, het heel mooi verhaal van uien is natuurlijk dat hij niet alleen hier zo mooi groeit in Flevoland, maar ook eigenlijk wereldwijd. En dat is precies een combinatie met een stukje vakmanschap en goede grondsoort en goede sterke rassen. Dat unieke maakt ons op de wereldschaal enorm sterk. We kunnen natuurlijk die uien in Nederland telen niet alleen op een goede en kwalitatieve manier, maar ook wel op een goede duurzame manier. En duurzaam betekent eigenlijk weinig gewasbeschermingsmiddelen. We hebben meestal vocht genoeg van de natuurlijke regen. Door weinig uitval kunnen we heel lang bewaren. Alles wat we met uien doen, ook de staartjes, de blaadjes, die hebben een restwaarde. Daar kunnen we pellets van maken. We kunnen deze uien nog niet telen goed in de kassen. Het is echt een product wat echt in de open grond groeit. Maar je zou ook nog een keer kunnen zeggen dat je na de teelt van uien nog een andere teelt doet, bijvoorbeeld bonen. Dan kun je bijna 2 teelten per jaar kun je dan bijna handhaven op hetzelfde stuk grond. Vorig jaar is het door een misoogst in India, hebben we gezien dat er ontzettend veel vraag was naar rode uien. En we hebben daardoor weer enorm veel export gehad naar die omliggende landen. Het is net als peper en zout. Het is eigenlijk, hij is niet alleen lekker, maar hij is ook een keer gezond. Dus in vele cuisine wereldwijd is de ui onmisbaar.